Hey mensen, het is nog vroeg en het beunen is alweer begonnen. Het is echt 9 uur of zo. Ik ben om 7 uur opgestaan, want ik had gewoon zin om lekker te gaan beunen. Jacco kan helaas niet meedoen met het filmen vandaag. Maar ik ga jullie even wat vooruitgang laten zien aan de Thomas. Want zoals jullie misschien op onze Insta gezien hebben, begint met Thomas weer een beetje aan elkaar te komen. Dus ik ga jullie even laten zien wat we tot nog toe gedaan hebben. En dan ga ik jullie daarna ook nog even meenemen op wat dingen die ik nog moet doen. Wordt zeker leuk. Ja, ja. Kijk hoe dik, oprecht. Ik vind hem mooi, man. Ho, moet uitletten hier al. Daarvoor kun je zeker nog een review verwachten. En zoals jullie besloten hadden, maak ik dus een deel van de accenten zwart. Dus ik heb de kentekenplaathouder geverfd. Spatbord geverfd. De homoed was natuurlijk al zwart. En ik denk dat het een best wel lekker zwart en rood themaatje gaat worden. Spaakvelgen hou ik wel gewoon groen, want dat vind ik een klassiekertje. En over het stuur wat hier moet komen twijfel ik nog een beetje. Ik denk dat ik hem zwart ga verven, maar dat is wel echt een grote klus. Maar ja, dat moet maar. En de oplettenden van jullie, die hebben natuurlijk al iets cools gezien. Namelijk deze remschijf. En ik weet niet of jullie het nog weten, maar ergens in het eind van Oostenrijk... Ik denk niet dat Jacco en ik dat ooit goed geduld hebben. In het eind van Oostenrijk brak een van onze remkabels. En mijn voorrem was ook al niet goed. Dus meestal was ik best wel ontevreden met remmen. Dus had ik toen besloten om een schijfrem te gaan doen. Ik had natuurlijk gewoon van een Thomas die al een schijfrem heeft... de voorvork kunnen jatten, want er zijn natuurlijk een paar Thomas-modellen die dat al hebben. Maar in plaats daarvan leek het mij leuker om het zelf te doen. Dus... nice adaptertje hier. En alles is best wel goed gaan zitten. Over het schijfremproject maak ik op zich nog wel een paar video's apart. Want ik denk dat er best wel veel mensen geïnteresseerd zijn hoe dat gaat. Maar in ieder geval dat jullie snappen waarom die er zit. Voor de rest hangt het blokje er best wel lekker onder. En de achterveren en zo is dan allemaal best wel nice. Deze dingetjes zijn allemaal op kleur geverfd. En het voorspatbord heb ik eventjes een beetje opgepoetst. Maar die moet ik nog opnieuw verven. Want ja... ja... ten opzichte van de rest staat dat er toch niet mooi bij. Ik weet nog of jullie het nog weten, maar in Oostenrijk hebben Jacco en ik mijn band toen opgevuld met zo'n soort van slijm. En ik durf het bijna niet te zeggen, maar dat slijm zit er nog steeds in. Vandaar dat mijn ventiel ook zo gek scheef zit, dat is toen gebeurd. En ja, soms loopt hij leeg, soms niet. Maar over het algemeen, als je ermee rijdt, dan blijft hij gewoon vol, want dan wordt het slijm rondgeslingerd. Ik weet, het is best wel troep. Die gaan we nog een keer vervangen. Al met al vind ik dit er best wel dik uitzien, dus... ik ga nu even wat extra onderdelen pakken en die verven en kijken hoe die erop moeten. Oké, dit achterrekje is bijvoorbeeld wel een interessante. Ten eerste hebben niet heel veel Thomasjes zo'n rekje, alleen de Classics. En ik had hem vorige week geverfd, dus ik was er op zich best wel tevreden mee. Maar er zat nog geen blanke lak overheen en het was een beetje haasten. Maar nu ik hem dus iets beter controleerde, zag ik dat hij hierboven, zoals je hier ziet, nog een beetje licht is. Dus die ga ik straks nog even beter verven. En ik heb mensen wel eens horen vragen hoe dit ding eigenlijk vast zit. Dus natuurlijk klikt hij hier zo achter. Even goed filmen, want alleen filmen en doen is tegelijk best moeilijk. Hierachter zit hij zo. En hiervoor zit hij bij het zadel. Maar zoals je ziet zit hier nog best wel veel ruimte. Dus heeft Thomas een soort van speciale tussenblokjes ontworpen die hier tussen gaan als je het zadel vastschroeft. Een beetje gek ontwerp, maar op zich, hey, als het werkt, dan werkt het. Dus die ga ik nu even verven en daarna monteren. Dus we beginnen met P180 schuurpapier. Dat is niet heel ruw, maar zeker niet fijn. En dat is best wel handig schuurpapier om mee te beginnen. Mocht je nou uiteindelijk nog kleine krasjes zien, dan kun je altijd nog wat fijner gaan. Maar begin altijd ruw en ga daarna pas naar fijner toe. Zoals je ziet aan het toffige hier, is die goed opgeschuurd. En daar ben ik al tevreden mee. Dus wat ik nu ga doen, is dat die natuurlijk nog ontvet moet worden. Dus ik ga hem even ontvetten. En daarna zet ik hem in de primer. En ga ik hem straks ook direct gewoon voor de rest verven. En als ik klaar ben met verven dan zal ik het zeggen. In de tussentijd begint deze er al best wel goed uit te zien. Dus hier gaat straks nog de blanke lak overheen. Zoals je ziet is het nu wel echt mooi blauw. En ik heb nog meer om te verven natuurlijk. Dat is een hele Thomas restaureren. Er zit best wel veel verfwerk in. Dus dit is de oude kleur van de classic kappen. Natuurlijk dat babyblauw, dat ik stiekem in mijn hart nog steeds best wel mooi vind. Maar die moeten natuurlijk het nieuwe blauw tintje worden. Dus die ga ik zo ook even verven en daarna stickers plakken. Laten we hopen dat het deze keer wel goed gaat. Ja, dit was super veel werk. En het is nog maar de eerste. Maar hij is wel netjes opgeschuurd. Het was even moeilijk om het logo er helemaal af te schuren, maar
dat is ook gelukt. Dus die gaat ook in de primer. En ik hoop dat hij een beetje mooi wordt. Want zeker de zijkapjes vind ik wel belangrijk. Maar we gaan het zien natuurlijk. Hey mensen, hierbij een korte update. Het is al nu rond 1 uur 's middags. Deze is mooi zwart en heeft al een aantal lage blanke lak gehad. Dus die is straks klaar om gemonteerd te worden. En ik ben nu de toeter aan het verven. Die krijgt een mooi kleurtje, maar zoals je ziet is die kapot van binnen. Want mijn broer heeft er een paar liter koelvloeistof op laten vallen vanaf de stelling. Is geen probleem, kan gebeuren. Maar dan heb ik dus ook nog deze nieuwe toeter. Maar Rutger, als je al een nieuwe toeter hebt, waarom verf je dan de oude? Nou, omdat ik dus dubbele toeters ga doen, waarvan er natuurlijk maar eentje werkt. Dat is wel dope. Dus hierzo is dit stuk. Ik moet straks nog even deze trilschijf goed afplakken en de contactjes op de achterkant. En dan ga ik die ook verven, dus de beide toeters worden ook mooi hoogglans. Deze ga ik ook nog verven, dus die ben ik nu een beetje aan het preppen. Dus goed aan het schuren en zo. Mocht je niet weten wat het is, want ik denk dat een hoop domosjes deze inmiddels al niet meer hebben. Dit is de kabelgoot die onder je frame zit zo en de kabels houdt. En ik ben begonnen met de kappen. Zoals jullie al gezien hadden, dit is de tweede kap. Die is helemaal netjes. En dit is de eerste kap. En de primerlaag zit goed. Maar, even kijken. Ja, je kan het hier zo wel zien. Er zitten blaasjes en hier zo een heel klein beetje. Dus dat vind ik natuurlijk doodsirritant, want ik wil natuurlijk dat het goed wordt. Dus die kappen ga ik straks nog even netjes opnieuw schuren. En die ga ik dan in de latere video afmaken. En ik ga deze nog even in de primer zetten. Dus in het laatste shot straks ga ik jullie even laten zien hoe dit eruit ziet. Ja, ik weet dat de garage is een enorme troep. En ik ga mijn zadel nog mooier maken, wees maar niet bang. Er komt waarschijnlijk nog wel een video over. Maar dan ga ik dus deze monteren. En dan vervolgens hier zo ook nog die zwarte rand omheen. Ik denk dat het echt dik is, man. En zo ziet hij eruit, mensen. Zoals al gezegd, binnen in het licht ziet het er natuurlijk iets minder mooi uit dan buiten. Maar er is nog iets om erg tevreden mee te zijn. Buiten ben ik de toeter en zo aan het verven. Maar dat gaan jullie natuurlijk allemaal zien in een latere vlog. Nog even één dingetje. Dit ergert mij echt even erg als jullie. Dus denk niet dat ik hier overheen ga kijken, want dude. Nee, ik vind het echt wel lelijk. Ik ga hierover ook nog een video maken. En ja, ik weet het, super veel video's. En ik heb het al best druk op het moment. Dus ik denk dat het nog even gaat duren voordat deze Thomas zover af is als ik hem af wil hebben. Maar natuurlijk levert dat wel een hoop leuke video's op. Als bijvoorbeeld hoe je dit zadel op moet knappen zonder een nieuwe te kopen. Want dat is toch wel een ding. Dat was het voor deze video, mensen. Doe in ieder geval een duimpje omhoog als je hem leuk vindt. En klik even op die abonneerknop. Mocht je ook heel erg benieuwd zijn hoe dit project eruit gaat zien, blijf dan zeker eventjes regelmatig op de bonuspagina kijken. Want er komen steeds nieuwe video's. Want zoals je merkt ben ik best wel vaak tijdens mijn lessen aan het editen. Maar dat is niet erg. Dus doe een duimpje omhoog en ik zie jullie graag in de volgende video. Doei doei!